Ernst, ben jij vandaag wethouder van Woudrichem of van Woerkum? Woerkum. Nou, ik ruik in elk geval allereerst de vis. En ik hoor heel veel gezelligheid, pratende mensen, heel veel muziek. En ik zie gewoon heel veel enthousiaste en glimlach. Glimlach bij mensen op hun gezicht. Ja, dat is ongeveer de typering van het Woerkums visbakken natuurlijk. Cultuur van lang geleden? Lang geleden, maar een traditie van 22 jaar al. Dus en elk jaar lijkt het wel drukker te worden, joh. Dus misschien wel 10.000, 15.000 mensen vandaag. Geweldig. Heb je ooit wel zelf geprobeerd om een visje te bakken? Heb ik wel eens geprobeerd. En toen dacht ik, het jureren gaat me beter af. We zitten heel even in de jurytent. Ze waren in die zin wel tevreden over de snelheid die erin zat van jureren. Maar ik hoorde toch nog best wel wat klanken, moet ik uitkijken wat ik ga zeggen, over de kwaliteit. Maar ik zou zeggen, vraag het ze straks even zelf. Nou, ik verwacht vandaag een prachtige dag natuurlijk. Alle visbakkers hebben er zin in. En we hebben heerlijke poon. Dus ik verwacht een hele mooie dag vandaag. Dus ik eet vandaag toch 30 poontjes en zalmpjes. En die gaan we dan toetsen op gaarheid en kleur en is die goed gekruid. Dat gaat me beter af dan zelf bakken. Dus ja, oprecht eerlijk antwoord denk ik. Ja, als wij als organisatie op dit moment al wat moeten gaan zeggen van het evenement, noemen we het geslaagd. Ik vind het prachtig als je heel de mensen hier bezig ziet. En het is ook een beetje een grote reunie elk jaar weer. Altijd weer mooi, goede sfeer. Alles loopt, wat ik net gehoord heb, ook uitstekend. Dus prima. Ja, elk jaar is het weer een groot feest eigenlijk. Mooi weer vandaag erop. Zeker 25 graden. En mooie rode poontjes natuurlijk. Hoogtepunt van de dag, is dat misschien wel alle gezelligheid met de koren om ons heen? Ik denk wel dat de mensen dat als het hoogtepunt beleven. Maar voor onze jury en ook voor de bakkers is dat toch wel de prijsuitreiking. Daar kijken ze echt een jaar naar uit. En het is voor ons ook elke keer een verrassing. Maar je ziet wel dat toch wel vaak de beste bakkers ook hoog scoren. Dus dan gaan ze uit hun dak. En ik vind dat wel geweldig om mee te maken. Winnaar van 21ste Woerkums kampioen visbakken 2017. Dat is Noes Wilhelm. En natuurlijk bij de eerste prijs van het kampioenschap visbakken hoort ook de bronzen wisseltrofee. Mooi hè, prachtig. Nou, de buiten is binnen, geniet ervan.